Hoi, goedemorgen. We gaan opmaken met nieuwe en al producten die ik al had van Elf. Ik heb een aantal nieuwe dingen daar gekocht. En die komen in de loop van de video vanzelf aan bod. Allereerst heb ik de Putty Brush. Ik had dit groter verwacht. Maar dat geeft niet. En wat ik als een minietje erbij had gekregen, was de Putty Primer met vitamine C. En dat is dan zo'n dingetje. Even ter vergelijking. Dit is de gewone. Maar goed, we gaan... ik denk een klein scoopje eruit halen. Even mijn spiegel. En dan hier. En dan met de brush. Ik denk dat ik dat het principe zo van met dat scoopje eruit halen... best wel wat vindt hoor. Je moet niet vergeten om het lepeltje ervan droog te maken natuurlijk. Hij pakt ook op als je gewoon erin gaat. En het is inderdaad met een wat meer luminous finish. Oké. Ja. Hij ruikt heel lichtjes naar sinaasappel. Oké, prima. En ik heb verder, ja, die wilde ik gewoon heel graag proberen. Dat is de Elf. Ja, nou, even de bril weer op. Mijn haar heb ik nog niet gedaan, dus dat zit nog een beetje raar. De Wow Glow Sun Protect Primer. Nou, die wilde ik heel graag proberen. Dus ik had een minietje in mijn... ik vroeg me af waarom mijn la niet dicht ging. Want dat best wel snoekje ertussen heb gelaten. In mijn mandje gedaan. Maar toen had ik uiteindelijk producten. En toen kon ik er zo'n proefje bij krijgen. Dus dan heb ik het minietje weer eruit gehaald. En dan gaan we over de rest van mijn gezicht... Er zit zo'n zegel stickertje op. Op zich is dat natuurlijk heel fijn, maar het is allemaal wel heel mini, zeg maar. Oké. Ik had niet verwacht dat het een tint zou hebben. Nou, het is hier nog winter, dus we hebben nog helemaal geen zonnecrème nodig. Maar ik wilde het gewoon graag proberen. Het geeft heel veel glow aan je gezicht. Dat sowieso. Het plakt een heel klein beetje. Niet heel erg. Het pakt een heel klein beetje. Oké, dat waren de minis. Dan wilde ik graag de... Flawless Satin Foundation proberen. En die heb ik in de kleur 120 Pearl. En dat komt omdat ik deze ook in de kleur 120 heb. Dus ik dacht, nou dat... En het is op zich een goede kleur, maar... Ik vind hem heel dik. En hij ruikt. Het stinkt niet. En dat is het niet. Hij ruikt. Hij ruikt naar... Het is een parfumgeur. Maar zo heftig. Dat... dat echt wel een tijdje bleef hangen aan mijn hand toen ik het gisteren geswatcht had. Dit is een
pomp. En dan heb ik ook de sponsjes. Deze is echt heel grappig. Oh, ik hou hiervan. Oké. Nou, die heb ik geprobeerd. Dan heb ik ook nog deze. En de derde die er dan bij zit, is die Camo Spons. Maar dan, dat is ook een kleintje. Dus ik weet het niet precies, maar... Zie je dat? Het pielt. Alleen maar hier op de wang. Dus ergens gaat het niet zo goed. Ik vind die sponsen... Ik weet het niet. Ik moet nog een beetje meer foundation hier op de wang hebben. Want hier is het helemaal er vanaf. Oké, als je een beetje gebruikt, gewoon... Een minimum. Dan is het. Kun je er een lichte dekking van krijgen hoor. Dit is echt niet. Vol. Maar. Het pielt eraf. Het gaat niet goed samen met iets wat eronder zit. Nou, oké. We gaan het zien. Ik laat het gewoon zitten. Dan heb ik van mezelf de Elf Hydrating Camo Concealer. Maar die had ik al, hè? Ik ga even mijn eigen spons gebruiken. Nee, ik ga een kwast gebruiken hiervoor. Jezus. Kijk. Uit. Misschien helpt het als ik een beetje vocht erbij. Want het pielt hier bij mijn ogen ook. En daar zit eigenlijk alleen mijn dagcreme. Dus. Dan ga ik ervan uit. Dat die foundation gewoon niet goed gaat met die nachtcreme. Dagcreme, sorry. Nou, oké.
Dan heb ik de Elf Halo Glow Setting Powder. Maar wat is dan het verschil met de andere Elf poeder? Als ik die ineens kan vinden. Waar? Ja, dat heet ook Elf Halo Glow Setting Powder. Dit is alleen een andere verpakking. Oké. Okay. Zit hem dus alleen in de verpakking. Nou, ik weet niet of ik dat dan. Ga die andere nog eens pakken. Er zit weer een snoetje van die stoomding ertussen. Dit is de kleur light en dit is de kleur light. Ja, nou, dat is gewoon dezelfde kleur. Oké, okay, dus die gaan we, ja, nou, ik ga gewoon die gebruiken, want ik ga die dan even nog dicht laten. Ik heb ook de Halo Spons gekocht. We gaan. Ik vind namelijk op zich de kleur van de foundation, of de finish eigenlijk, wel heel fijn. Want het is een satin. En dat is... eigenlijk wel wat ik het mooiste vind. Ja, de poeder doet het goed, maar deze kende ik natuurlijk al. Dan gaan we... we gaan nog even tightlinen. Wacht even hoor, dan moet ik even... en daarvoor heb ik de... No Budge Precision Liner gekocht. Dat is dit. Is ook redelijk... klein. Maar het is ook echt, echt klein hoor. Oké, wel een hele fijne... een fijn tipje. Ga even wat oogschaduw opdoen. En dan heb ik de No Budge Cream Eyeshadow. Dat is deze. Die gaan we even als een soort kleine... wow, die is heel zacht. Even heel voorzichtig mee doen. Ik kan me niet herinneren dat die zo zacht is was. Gaan we gewoon voor de one and done oogschaduw. Even.
Beetje onder de ogen. Ja, nou. Oh, dat is, ik vind het prima, zo één kleurtje klaar, zeg maar. Ik heb hier helemaal geen bezwaar tegen. Wat ik wel nog even doe, is een... neem ik even een kwastje, een zacht... Oh, ik neem deze. Een kwastje, en dan neem ik even een... Oh. Ik had een... Jeetje, oogschaduwpalet van Elf neergelegd. Dan neem ik even een huidskleurige kleur. En dan kan ik even de rand blenden. Ja. Wat ik ook had, is de... Wing It Eyeliner. Penseel. Dat is zo'n klein penseeltje. Dus ik dacht, als ik nou de zwarte... oogschaduw neem. En dan dit is de moeilijke kant altijd voor mij. Ik weet ook niet waarom dat deze kant nooit lukt. Maar, man. Op een of andere manier krijg ik hier nooit het puntje mooi. Ja, heel even een beetje smutsje. Het hoeft voor mij niet zo heel overduidelijk te zijn. Zo, een klein beetje concealer nog hieronder doen om het een klein beetje schoon te maken. Oh, best leuk. Ja, dit helpt mij echt. Ik ben namelijk niet zo goed in eyeliner en ik doe het ook nog niet zo lang. Maar dat product helpt echt. Ik doe even snel mijn wenkbrauwen met mijn Catrice Brow Stick. Ik heb van Elf niks voor de wenkbrauw. Ja, ik heb de... deze, de Brow Lift. Maar met dit product van Catrice heb ik dat eigenlijk niet nodig.
Sowieso heb ik het niet echt nodig, want ik ga nooit. Ja, ik weet niet wat ik wou zeggen. Oké. Ik heb de bronzer. De putty bronzer. En daar heb ik een kwast voor. Maar ik heb ook de putty trio gekocht. En daar zit dan zo. Nog een keer die met dat scoopje in, zeg maar, die ik los ook had. Daar zit een blushbrush in. En daar zit nog een keer de contour in. En dit zijn wel hele. Dit is een heel klein, heel fijn. En dan neem ik even een grotere kwast. Want dan kan ik het even goed. Dat is dus met dat. Het is fijn om het aan te brengen, maar niet zozeer om het te blenden, zeg maar. Nou zie ik dat als mijn ogen helemaal zakken, dat je dus bijna niks ziet van die wing. Nou ja, goed. Oh, dat was in mijn oog. En dan heb ik de Luminous Putty Blush. Die had ik allemaal al. En daar staan ook allemaal al vast al reviews mee. Op mijn kanaal. Het is een klein kwastje. Maar die doet het prima. Oké, ik ga jullie even vertellen. De No Budge Eyeshadow had ik in de kleur Sand Dune. De bronzer die ik gebruikt heb, heb ik in de kleur Feeling Shady. En de Luminous Blush is Maui. Dat is duidelijk. Dan krijg ik er als cadeautje dit bij. Dit zijn minietjes. Van de Enhancing Lash and Brow Serum. Enhance, Define and Condition. Het is een serum. Comb on to lashes from root to tip. Apply coats to reach desired effect. Lash and brow serum directions. Apply to your upper and lower lash line or brow hairs in the AM and PM. Store in a dry, cool place. Oké, want dit lijkt wel op de mascara die ze hadden en die vond ik niet zo fijn. Maar goed, ik ga het proberen. Deze is clear. En deze is black. Dit is de black one. En dit is de clear one. Kijk.
eventjes de wimpers groen. Ja. Op zich, het is geen slechte mascara. Ik heb gemorst, maar het ligt aan mij. Ik hou niet van die borsteltjes. Laten we het daarop houden. Ik ben geen fan van die harde borsteltjes. Want als je jezelf ongelukkig prikt, doet het gewoon zeer. En dit borsteltje doet serieus gewoon zeer. Nou, het was wel al droog in de zin van... dat ik het makkelijk het gemorste kan wegvegen. Ja, we gaan het meemaken. En als laatste heb ik dan de nieuwe Elf lipstift. Dit is de O-Face Satin Lipstift in de kleur Drive. Het is iets donkerder dan ik had verwacht, maar goed. Ik heb hem natuurlijk gezwart. De houder voelt een beetje, het is magnetisch, het voelt heel fijn aan, niet glad plastic zeg maar. Er zit een scherpe punt aan de bullet. Oké. Okay. Het voelt als een matte lipstift. Niet heel vervelend, maar het voelt als een matte lipstift. Ja, prima.
vind het niet heel bijzonder, eigenlijk. Misschien had ik een andere kleur moeten doen, maar ik twijfelde. Dan ga ik nog heel even een beetje poederen. Want zoals altijd wil ik niet plakken. Zie je dit? Hier. Er komt tijdens het poederen gewoon een stuk foundation af. Heel apart. Dit is een hele aparte foundation. Ik geloof niet dat ik hier heel blij van word. Ik weet niet. Nou, even met wat verschillende dingen eronder maar proberen. Want dit is hem niet helemaal. Over het algemeen vind ik alles goed. De foundation, ja, daar twijfel ik nog over. De kleur is goed. Ik vind de finish mooi. Maar het doet blijkbaar iets raars met iets wat ik eronder heb zitten. En daardoor pakt hij het gewoon niet zo goed. Ik ga even mijn haar kammen. Nee, ik heb deze slag niet van mezelf. Sorry. Zo. Dit wordt hem vandaag. Oh. Ik ga nog even doorhoesten. Dit was hem voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Ik heb nu traanogen van het hoesten. De Clear Lash serum ga ik gewoon vanavond proberen. En dan ja, verder de dingen die ik al had. Hè, de putty dingen en zo. Die zijn prima. Ik vond de kwastjes ook wel redelijk fijn. Ik vond... De spons niet zo fijn. Maar de primer minis wel. Alleen de foundation twijfel ik over. En dat komt voornamelijk omdat... omdat die pielt. En... dat is heel apart. Ik probeer hem gewoon morgen met een andere... dagcreme of met alleen een primer eronder. Of alleen een serum. En dan gaan we wel kijken hoe die het verder doet. Voor nu kan ik alleen maar zeggen bedankt voor het kijken. Het hoest is voorbij. Dat is het. Nou ja, goed. Laat maar. Bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie bij de volgende. Like en subscribe. Dat is belangrijk. Nee, grappig. Maar bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie bij de volgende. Doei.